Goeiedag, mijn naam is Floris Kaluwaert en vandaag wil ik het hebben over de glasnorm NBN S23002 en meer specifiek onder de loep nemen hoe we op een correcte wijze glas kunnen kiezen voor een bepaalde toepassing. In een eerste luik leggen we de focus op de veiligheidsprestaties van het glas en de noodzakelijke kennis over het begrip menselijke activiteitszone. En in een aansluitende webinar zullen we stap voor stap de 9 gevallen behandelen uit de norm. De norm NBN S23002 werd reeds gepubliceerd in april 2007 en verscheen in het Staatsblad in mei 2008, maar kende ondertussen een aanpassing in februari 2010 en een corrigendum in december 2010. Voor we een beglazing kunnen kiezen voor een concrete toepassing, moeten we eerst uiteraard stilstaan bij de prestaties van een beglazing. En dat op gebied van veiligheid. Er zijn 2 veiligheidsprestaties die onze beglazing mogelijk dient te vervullen. Enerzijds het voorkomen van verwondingen. Het bestek vermeldt dan de maatregelen die genomen moeten worden voor wat de randbewerking betreft en wat de breukwijze van de glasproducten betreft. Anderzijds kan er ook een risico bestaan op het vallen en zal het bestek een klasse van schokbestendigheid moeten specifieren. Dat kan gebeuren volgens NBN EN 12600. De klasse van schokbestendigheid wordt volgens deze norm gedefinieerd en de norm beschrijft een proefmethode die tot doel heeft de schokbestendigheid van een vlak glas en zijn breukwijze ook te beoordelen. Bij die type proeven maakt men gebruik van een slingerimpact, zoals we rechtsbovenaan op de slide kunnen zien, met een schoklichaam bestaande uit een dubbele band op een velg met een totale massa van 50 kg. De dubbele band wordt opgehangen op een welbepaalde valhoogte en wordt dan losgelaten tot tegen het proefstuk, een stuk vlak glas dat vastgemaakt is in een stijf kader. Naarmate we de valhoogte doen toenemen, zal uiteraard ook de energie bij de impact groter zijn. En de norm bepaalt 3 valhoogten en bij gevolg ook 3 impactniveaus. In de specifieke klassificatiecode die we zien eigenlijk op de slide, die komt uit NBN EN 12600, zien we er naast de breukwijze van het glas centraal ook 2 prestatiecriteria's, alpha en phi, om te waarborgen dat vlak glas bij breuk geen gevaar zou inhouden. De proef met de dubbele band wordt voor elke valhoogte uitgevoerd op 4 identieke proefstukken. Men begint daarbij met de kleinste valhoogte en de procedure wordt gestaakt wanneer één van de proefstukken niet langer beantwoordt aan de eisen uit de norm. We gaan straks die eisen even bekijken, maar indien de 4 proefstukken heel blijven of breken in overeenstemming met de eisen, worden de proeven verder gezet met een hogere valhoogte. Men herhaalt de beproeving tot de hoogte bereikt is die nodig is voor de beoogde toepassing van het glasproduct. Laat ons even naar de criteria kijken. Het criterium A houdt in dat na een impact er zich talrijke scheuren mogen voordoen, maar dat er zich geen indringing voordoet van een kogel van 76 mm bij 25 newton. Het totaalgewicht van de deeltjes die loskomen binnen de 3 minuten na de inslag moet kleiner blijven dan de equivalente massa van een oppervlakte van 10.000 vierkante millimeter van het oorspronkelijk proefstuk. Het gewicht van het grootste deeltje moet kleiner zijn of gelijk aan een equivalente massa van een oppervlakte van 4.400 vierkante millimeter van het oorspronkelijke proefstuk. Het criterium B dan houdt het uiteenvallen van de beglazing in en een gecumuleerd gewicht van de 10 grootste deeltjes die worden opgevangen binnen de 3 minuten na inslag. Van een massa equivalent aan 6.500 vierkante millimeter van het oorspronkelijk proefstuk. Dat zijn de criteria die daarbij horen. Als we dan naar de breukwijze gaan kijken, dan zien we in eerste instantie een breukwijze A. Verschillende breuken doen zich voor en zorgen ervoor dat het glas in verschillende delen wordt ingedeeld, gescheiden door scherpe randen, waarvan sommige delen erg groot zijn. Typisch voor uitgegloeid glas of vlootglas en het biedt dan ook geen enkele bescherming tegen verwonding of het vallen en wordt niet beschouwd als veiligheidsglas. Dan hebben we breukwijze B. Gelaagd glas wordt uiteraard wel als veiligheidsglas beschouwd, typisch voor breukwijze B, gelaagd glas, waarbij dat de breuk de hechting van de glasfragmenten aan de tussenliggende kunststoffilm waarborgen.
Verbokkeld gelaagd glas verzekert dus nog een gedeeltelijke bescherming voor zijn vervanging. Dit glastype wordt bij gevolg vooral gebruikt, zullen we later zien, wanneer er risico bestaat dat er iemand kan vallen. Dus voor borstwering, uitstalramen of glazen deuren. Of anderzijds als er stukken glas op bijvoorbeeld voorbijgangers of bewoners kunnen terechtkomen. Denken we aan dakvensters, koepels of luifels. Brugwijze C dan betreft thermisch gaardglas, eveneens veiligheidsglas. Het gaat over het fragmenteren in verschillende kleine stukjes die niet echt snijdend zijn. Het hardingsproces, dat spanning opwekt in de beglazing, heeft een dubbel voordeel. Het verbetert niet enkel de mechanische sterkte, maar verandert ook de breukwijze van ons glas. En er bestaat geen gevaar meer op snijwonden, maar de verbrokkeling van het glas impliceert dat de personen en voorwerpen niet langer beschermd zijn tegen het vallen van naar beneden. Wat het gehard glas dus niet geschikt maakt voor toepassingen waarbij er een risico bestaat op het vallen. Dus B en C als breukwijze beschouwen we als veiligheidsglas. Phi is de grootste valhoogte waarbij dat er geen breuk zich voordoet of waarbij de breuk van dien aard is dat enkel het voornoemde criterium A gerespecteerd wordt. Er doen zich dan talrijke scheuren voor, maar er is geen indringing van een kogel met een diameter van 76 mm bij 25 newton, als ook de hiervoor besproken criteria op de massa van eventuele deeltjes die na inslag zouden loskomen. Aan de hand van de resultaten van de schokproef worden de prestaties van de glasproducten dus uitgedrukt met de code, die bestaat uit drie voornoemde parameters. En als we dit even samenvatten, dan zien we type A, een gewoonlijk uitgegloeid glas of vlootglas. Het wordt niet aanzien als veiligheidsbeglazing. Het kan geclasseerd worden als 1A1, 2A2, 3A3. Type B is gelaagd glas, bijvoorbeeld geclasseerd als 3B3, 2B2 of 1B1, afhankelijk van de maximale valhoogte waarbij er geen breuk optreedt of waarbij het glas breekt in overeenstemming met het criterium A. Merk op dat bij gelaagd glas alfa en phi steeds identiek zijn. Dan hebben we type C. Kan geclasseerd worden als 1C3, 1C2 of 1C1, volgens de valhoogte waarbij geen breuk optreedt. Zoals we kunnen zien, is alfa voor een beglazing van het type C steeds gelijk aan 1. En 1C0 kan ook een klassificatie zijn, indien het reeds breekt bij een valhoogte uiteraard van 190 mm. Laat ons even een aantal voorbeelden van minimale diktes van veiligheidsglas bekijken in een tabel. Let daarbij wel op dat we hier slechts richtwaarden meegeven, die uiteraard gestaafd moeten worden door proeven volgens de NBN EN 12600. Het betreft ook enkel de minimale dikte voor de veiligheid. Uiteraard moet ook nog de juiste glasdikte bepaald worden in functie van de afmetingen van de beglazing en onder andere de belastingen die aangrijpen, zoals de winddruk. De NBN S23002 definieert dus twee situaties waarbij we veiligheidsglas gaan gebruiken. Enerzijds indien er een risico bestaat op verwonding bij contact met losse stukken glas en anderzijds indien er een gevaar bestaat op het vallen doorheen een venster. Kort door de bocht kunnen we dus stellen dat indien er een risico op verwonding van losse stukken bestaat, we gaan gebruik maken van gehard glas of gelaagd glas. En dan indien bovendien een risico bestaat op het vallen doorheen de beglazing, het gebruik van een gelaagd glas nodig is. Als we dan even kijken naar veiligheidsbeglazing B en C, dan kunnen we gehard glas gaan vervangen door een gelaagde beglazing, indien dat we dezelfde schokenergie gaan respecteren, dus dezelfde waarde voor phi. Uitgegloeid glas, zoals we gezegd hebben, kan nooit beschouwd worden als veiligheidsglas, zelfs niet als het bestand is tegen een schokbeproeving zonder breuk. Gaan we uitgegloeid glas voorzien van een veiligheidsfolie, dan kan het glas van een type B worden, indien dat het de beproeving doorstaat natuurlijk van NBN EN 12600 en indien dat de folie over het volledige glasoppervlak wordt aangebracht. Uiteraard betekent dit dat ook in de glasponning de folie aanwezig moet zijn. Gaan we even naar de isolerende beglazing kijken, dan is het logischerwijze zo dat we als we veiligheidsglas gaan aanbrengen aan de kant of de kanten waar de schok dreigt op te treden,
Dan is het zo uiteraard dat we bij een dakbeglazing hierop wel een uitzondering zien. Want daar gaan we een gelaagd glasblad plaatsen om de onderliggende bewoners te beschermen in het geval er een object zoals een dakpan bijvoorbeeld op de dakbeglazing terechtkomt. Indien een ruit van een isolerende beglazing gehard moet zijn, dan moet aan de andere zijde uiteraard ook veiligheidsglas van het type C of B voorzien worden. Wat is belangrijk om in te zien dat als we naar schrijnwerkelementen gaan kijken, bijvoorbeeld vensters of deuren, dat indien dat we gaan kijken naar de beglazing, we uiteraard ook nog andere aanbevelingen hebben voor het schrijnwerkelement zelf. En daar worden prestaties vermeld of eisen vermeld die betrekking hebben tot de constructie waarin we het glas gaan plaatsen. De valhoogtes en de breukwijzes die we gespecificeerd zien in NBN S2302 zijn van toepassing op de beglazing aan zich. En dus dat betekent dat de klassificatie die we hiervoor besproken hebben, volgens de NBN EN 12600, een absoluut minimum is, maar dus uiteraard moet aangevuld worden met de eisen uit andere normen waar dat glas in geplaatst wordt. Dus dat voor wat dat de veiligheidsprestaties betreft, gaan we eens eventjes kijken naar de menselijke activiteitszone, een belangrijk begrip dat de norm definieert en dat we toch moeten kennen voordat we eigenlijk aan de slag kunnen met de toepassingen in de norm. In eerste instantie gaan we zeggen, wat is een menselijke activiteitszone? Sowieso is dat alles wat dat zich aan de binnenzijde van ons gebouw bevindt voor een categorie A tot E, gedefinieerd in de eurocodes. Denk aan residentiële oppervlaktes, denk aan kantoren, denk aan winkels zoals we zien in de afbeeldingen, maar ook opslag, handelsoppervlaktes, cafés, restaurants aan de binnenzijde zijn allemaal menselijke activiteitszones. Dan kijken we naar de buitenzijde van ons gebouw. En de buitenzijde van ons gebouw zien we een definitie in NBN B25002. En die definieert als buitenruimte alles wat toegankelijk is voor het publiek, als een zone waar groot en onbepaald aantal personen zich kan ophouden. Dat kunnen dus uiteraard ingangen zijn van gebouwen die uitgeven op de openbare weg, waarbij dat dan enkel als ingang ingerichte zone als voor het publiek toegankelijk beschouwd wordt en als menselijke activiteitszone wordt ten aanzien. Het voetpad, de trottoir, aangelegde wegen, speelplaatsen, ingangen van gebouwen, terrassen, commercieel uitgebaten terrassen, of eventueel een tuin of een park dat dus eigenlijk gemeenschappelijk toegankelijk is. Dus voor het publiek toegankelijk, uiteraard. Wat zijn dan geen menselijke activiteitszones? Dat zijn zones waar dat slechts een beperkt aantal personen kan toegelaten is. Zoals bijvoorbeeld een privéterras, een balkonterras van een appartement, zoals we zien, of een privétuin. De norm legt hier dus geen gebruik van veiligheidsbeglazing voor op. De keuze van het breuktype voor het glas dat zich langs de kant van deze zone bevindt, is dus vrij te kiezen en wordt overgelaten aan de ontwerper. We bekijken even kort de tabel uit de norm die de link legt tussen menselijke activiteitsgebieden en de beglazingstype. En als we naar die tabel gaan kijken, dan zien we eigenlijk 8 gevallen gedefinieerd in de tabel en nog een 9e geval dat niet wordt weergegeven in de tabel. En dat gaat dan over toepassingen zoals stadsmeubilair, douchewanden, douchedeuren, balkonscheidingen. En ook dus eigenlijk alles wat dat etalageglas is met de verstijving of versterking. We zien er alvast de logica in terug die we in dit webinar bespraken, waarbij we valgevaar in geval 2 bijvoorbeeld gaan bekijken en waarbij dat we dan eigenlijk een gelaagd glasblad van het type 1B1 gaan vooropstellen. Zonder valgevaar, maar met een beglazing onder de beschermingshoogte, komen we in geval 1. En dan moeten we uiteraard het kwetsen van personen voorkomen en kunnen we kiezen voor een geharde beglazing. In onze volgende webinar bekijken we stap voor stap de verschillende gevallen uit de norm, uiteraard aan de hand van praktische voorbeelden. We nodigen jullie ook uit op onze website, waar jullie onder de rubriek Normalisatie de volledige normen terugvinden, waar dan we in dit webinar en in het volgende webinar uiteraard toelichting over geven. Daarnaast kunnen jullie tal van publicaties op onze website terugvinden, die jullie wegwijs proberen te maken in de wonderwereld van de beglazing en jullie ook stap voor stap zullen helpen in het kiezen van het juiste beglazingstype.